Marvin Zegelaar, 18 jaar. Debuteerde afgelopen maandag voor Jong Ajax tegen PSV. En nu maakt hij dus zijn debuut in het eerste team. Dit is een grote sterke vent. Beschikt ook over de nodige technische bagage. Als we de... Wie weet. Zegelaar. Suarez. Sergio Pat, kwartier voor tijd. Lange trap op Marvin Zegelaar. In het veld gekomen voor Sulemani. Marvin Zegelaar. Eén man voorbij. Mooie truc, twee man voorbij. Zegelaar. Voorzet op Danilo Paal. En de rebound. 4-2 door Danilo. Prima voorwerk van Zegelaar. En Danilo maakt het spannend. In twee pogingen. En dan staat 4-2 voor Jong Ajax. Een heel ander Jong Ajax. Dat drong aan. In de 65e minuut. Bal op Zegelaar. En die scoort. 2-1. Marvin Zegelaar. Ajax. De thuiswedstrijd in de beloftecompetitie tegen Jong Heracles Almelo. En Jong Ajax kwam bijzonder goed uit de startblokken. Want hier is het de voorzet van Marvin Zegelaar. Die linksbuiten stond deze wedstrijd. Die net niet goed aankomt. Maar de tweede voorzet van Marvin Zegelaar komt wel goed aan. Want daar komt Florian Jozefsoon goed tussen twee verdedigers van Heracles door. En staat het al snel 1-0 voor Jong Ajax. Al na 4 minuten dus de openingstreffer van Florian Jozefsoon. Een assist in het eerste al. En hier... En in de 10e minuut... is hier eigenlijk de eerste echte kans van de wedstrijd. Maar nou ja, kans, in ieder geval wel een doelpunt. De goal van Marvin Zegelaar. Na 10 minuten zet hij Jong aan. Aardig hakje. Zegelaar. Zegelaar. Dan voorzetten. Zegelaar uitgeweken op rechts. Zegelaar geeft de bal voor. Donald. Het is goed en de Jong schampt hem dan. Zegelaar to make it 4-1. Op Marvin Zegelaar, voorzet op Castillon, kopbal. Zegelaar actie. Marvin Zegelaar doet hij mooi. Marvin Zegelaar schiet in iets vrij en gaat die bal. Tina. Goeie voorzet. Modul mist en dan Zegelaar 1-0. Voor Ajax wel te verstaan. Prima voorzet op maat van Gavi. Jongebloed met een mooie opening op Marvin Zegelaar. Op rechts te vinden. Zegelaar schiet. En wat een blunder van doelman. Voorzet op Zegelaar. Controle, schieten niet, schieten. Goed aan van Danilo. En hij schiet Zegelaar weg. Later. Omdat Jong Ajax natuurlijk zoals iedereen vast zat in de vielen. Maar ze begonnen goed aan de wedstrijd met een lange paas op Marvin Zegelaar, 4e minuut. Zegelaar en die scoort. Bij een Boggy. En hier Zegelaar. De Jong helemaal vrij, 2-0 voor Ajax. Dit is een mooie truc van Zegelaar en de voorzet naar Snow mag er ook zijn. Kans voor Snow, krult hem net naast. Nou, een mooie beweging van Zegelaar door de benen van Koning. Was je verrast of had je het wel een beetje... Ja,
Ajax speelde gisteravond het bekerduel tegen Jong RBC in Roosendaal. Jong Ajax dat eerder dit seizoen in de echte bekercompetitie werd uitgeschakeld. Lindgren. Ajax voert de druk op Zegelaar. Zegelaar en de redding van Dom. Maakt er vooralsnog geen 1. Diepe bal van Boylissen dan. Op de ontsnapte Zegelaar. Voortrekken en een eigen doelpunt. Zegelaar weer aan speel. Wedstrijden met de A1 tot nu toe. Wat zijn de mooiste wedstrijden met de A1 die je hebt gespeeld? Thuis was deze altijd wel mooi. Tegen de grote clubs. Dus Heerenveen, Feyenoord, PSV. Daarna PSV, daarna Vitesse uit. Wat is je doel voor de rest? Heb je voor jezelf nog een ander doel gesteld? Binnen hoeveel jaar je dan in het eerste definitief wil spelen? Zien als ik volgend jaar al rijp genoeg ben, voor 2 jaar later. Van Rijnsburg, blind dan, op Zegelaar. Dan speelt de keeper en doet dit heel fraai. Voorzet daar, komt bij Zegelaar terecht. Die heeft alle tijd om te kijken wie er vrij staat en dat is Daley Blind. Verliest daar de bal, maar Zegelaar pikt op en ziet Jongebloed starten. De invaller, Ronaldo Jongebloed. Volley en goede redding daar. En opnieuw Jong Ajax met Zegelaar. Maakt zich mooi vrij. Zegelaar op Jongbloed haalt uit, schiet en... Zegelaar. Oh, mooi hakje. Hij heeft lange tijd niet gespeeld. Zegelaar. Manoucharian en die gaat erin. Fraaie kopbal van...